Dit is Flevoland met het regionieuws. Het aantal huisuitzettingen in Flevoland daalt. Vorig jaar ontruimden woningbouwcorporaties 25 huizen. In 2019 waren dat er nog 71. Uitzettingen hebben vaak te maken met huurachterstanden, overlast of fraude. De daling komt onder andere door nieuw preventiebeleid. Olaf van der Rijt van woningcorporatie Centrada in Lelystad. Een kleine groep die kan bijvoorbeeld één keer niet betalen. En dan nemen we telefonisch contact op. En dan kan het vaak snel verholpen worden. En er is een nog kleinere groep die heeft vaak wat meer moeite om op tijd te betalen. En die betaalt soms op tijd en soms niet. En dan gaan we persoonlijk langs, gaan we bij de huurder thuis zitten. En dat doen we nu veel meer dan de jaren daarvoor. Een proef met speciale windmolenwieken in Zeewolde levert niet meer stroom op. Het was de bedoeling dat een speciale constructie met andere wieken tot 15% meer stroom zou opleveren, maar de wieken werken niet zoals verwacht. Het systeem werd getest op een windmolen aan de Gruttelweg. De Rijksuniversiteit Groningen gaat nu verder onderzoek doen. Het nieuwe kabinet wil volgend jaar een definitief besluit nemen over de opening van Lelystad Airport. Dat meldde de Telegraaf dit weekend op basis van bronnen rond de regering. De luchthaven zou genoemd worden in het regeerakkoord van het kabinet Schoof. In het eerdere hoofdlijnenakkoord was dit nog niet het geval. En de Almeerse Bo Kramer en de Oranje rolstoelbasketballers hebben gisteren goud gewonnen op de Paralympische Spelen. Met 63-49 wonnen de dames van de Verenigde Staten. De Almeerse Paralympiër was verantwoordelijk voor 23 punten en was daarmee topscorer. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app. En dan gaan we naar het weer met Diana Boer. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens mij krijgen we herfst, hè? Ja, een voorproefje van de herfst. Vandaag buien al, maar normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Afgelopen weekend zijn we natuurlijk verwend geweest met zomerse waarden op de zaterdag van 25 graden. En gisteren 22. Nou, op het moment is het 12 à 13 graden. Er zijn wolkenpartijen aanwezig. Een klein lage drukgebiedje ligt boven België. Daar zijn de buien op het moment actief. In onze provincie vanochtend zo goed als droog met soms de zon erbij. Nou, die komt over een klein half uurtje op. Nou, dan hebben we vanmiddag te maken met bui, want geleidelijk aan wordt de lucht onstabiel. Van het westen uit neemt de kans op een bui toe. Dat is vooral vanmiddag en begin van de avond het geval. Nou, voor de bui uit warmt het nog op naar die normale waarde, dus van 20 graden. De wind die trekt aan en draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Vanmiddag staat er windkracht 4 of 5 op de grote meren. Nou, vanavond zijn de meeste buien alweer vertrokken. Vannacht een enkel exemplaar nog mogelijk bij een minimumtemperatuur van 12 of 13 graden en een matige wind vanuit het westen. Nou, morgen dan gaat die temperatuur nog verder omlaag, 17, 18 graden. En daar staat een frisse wind vanuit het zuidwesten bij. Windkracht 6 op het IJsselmeer en Markermeer. 'S Ochtends af en toe wat lichte regen, maar vaker droog. 'S Middags toch wel geregeld buien en ook in de avond is het vaak nat. Ja, dan hebben we het dieptepunt van de temperatuur op de woensdag met 14 graden. En ook verspreid over de dag komen buien voor. En dan krabbelt de temperatuur op de donderdag iets op, maar nog steeds 15 graden. Ja, dat zijn waarden die passen bij oktober. Dus we krijgen een voorproefje van de herfst. Bootje kan weer naar binnen, begrijp ik. Ja, en je jasje, die heb je toch wel nodig. En jammer. Wat verder opvalt de komende tijd is dat de nachten toch wel behoorlijk fris gaan worden. Nou, dat vind ik wel een zegen. Dat is wel een positief punt. Ja. Nou ja, dan kan je lekker weer onder je dekbedje gaan slapen. Goed zo. Ja, dan denk je wel. Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. In Flevoland worden steeds minder mensen uit huis gezet door woningcorporaties. Hoe dat komt, hoor je zo. En zometeen ook het verhaal van de familie Bonenstro uit Biddinghuizen. Heeft al drie generaties dezelfde hobby, brandjes blussen. Goedemorgen, Flevoland is wakker. Aantal huisuitzettingen door woningbouwcorporaties in Flevoland daalt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de verschillende corporaties. Vorig jaar werden er in de provincie 25 woningen ontruimd. In 2019 waren dat er nog 71. De daling heeft in de meeste gevallen te maken met een nieuwe aanpak, zegt Olaf van der Rijt. Hij is manager wonen bij woningcorporatie Centrada in Lelystad. Klopt, we hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het preventieve beleid als het gaat over het voorkomen of het inhalen van huurachterstanden, met persoonlijke aandacht en maatwerk, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn verschillende redenen waardoor iemand uit zijn huis kan worden gezet. Het grootste deel van de huisuitzettingen gaat over huurachterstand en in sommige gevallen om echt zware overlast of bijvoorbeeld woonfraude of als er hennep of harddrugs worden gevonden in de woning.
Het proces om mensen met huurachterstanden te signaleren is geautomatiseerd, waardoor meer tijd overblijft voor het persoonlijke contact. Een kleine groep die kan bijvoorbeeld één keer niet betalen en dan nemen we telefonisch contact op en dan kan het vaak snel verholpen worden. En er is een nog kleinere groep die heeft vaak wat meer moeite om op tijd te betalen. En die betaalt soms op tijd en soms niet. En dan gaan we persoonlijk langs, gaan we bij de huurder thuis zitten. En dat doen we nu veel meer dan de jaren daarvoor. En dan kunnen we huurders doorverwijzen naar bijvoorbeeld instanties voor een extra aandacht en hulpverlening. Want er zijn veel mogelijkheden om mensen in financiële problemen te helpen. Ja, er zijn veel regelingen. En een mooie daarvan is bijvoorbeeld de voorzieningenwijzer. Dat is een mogelijkheid waarbij huurders samen met een instantie kunnen kijken welke voorzieningen zijn er allemaal. En dan zien we toch dat een deel van onze huurders niet op de hoogte is van wat er allemaal financieel mogelijk is. Om op die manier bijvoorbeeld wat geld te kunnen besparen op verzekeringen of op andere uitgaven. Dus daar is echt nog wel wat winst in te behalen. En dat is ook weer dat samenspel om samen met de huurder te kijken wat is er mogelijk. Bij de meeste corporaties is de grootste daling te zien in het jaar 2020... Dat komt naast de nieuwe aanpak ook door de coronapandemie. Ja, dat heeft twee oorzaken. De ene kant was de afspraak die Den Haag heeft gemaakt met alle corporaties om vooral in die beginfase van corona om dan niet over te gaan tot huisuitzettingen. En de tweede is dat er veel minder gelegenheid was voor mensen om het geld uit te geven. En we zagen op dat moment dat onze huurachterstanden die gingen dalen, omdat ja, mensen dan toch hun verplichtingen gingen nakomen. Aandachtspunt voor de toekomst is woonfraude. Dat komt vaker voor. Dat bijvoorbeeld iemand een woning huurt bij ons en dan die woning gaat onderverhuren aan andere personen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. En daar besteden we de komende jaren ook steeds meer aandacht aan. En ja, in sommige gevallen zien we dat ook leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst. Olaf van der Rijt was dat van de Lelystadse woningcorporatie Centrana. Jacob Brands heeft de hoop op een toekomst voor de ukkervisserij niet opgegeven, ondanks de zware tijden die de sector doormaakt. Hij werkt aan een revolutionair concept genaamd Project Octopus. Ja, nou let op, dat is een modulair kotterschip dat binnen 3 dagen kan transformeren van een vissersboot naar een onderzoeksschip of een ander type vaartuig. Hij ziet het als het visserschip van de toekomst. Dit is de Hendrik Brands. Dat was de UK-161 op het laatst. Daarvoor was het LT-162. Die hebben we in 2008 gekocht. In 2024 is die gesaneerd omdat hij gewoon niet meer rendabel te krijgen was. Dat is op dit moment het enige stukje wat er nog van over is. Dat hebben we bewaard als aandenken. En van daaruit ben ik ook gaan denken en ben ik eigenlijk Project Octopus gaan bedenken. En ja, dat hebben we hier op dit moment. Dus daar hebben we tekeningen van en daar proberen we nu de toekomst mee in te gaan. In een tijd dat kotters worden gesaneerd, waaronder die van zijn eigen familie, werkt Jacob Brands aan een nieuwe type kotter. Eén waarmee hij de visserij op Urk wil houden. De kotter van de toekomst is volgens Brands modulair. Bij deze tekeningen kun je zien dat alles is op het idee van 20 voet containers gebouwd. Dit schip is in 3 dagen tijd, max. Ik denk er zelf nog sneller, maar we houden 3 dagen aan. Is dit om te bouwen naar een ander type schip. Dus alle visserijgerelateerde spullen, zoals leren, visverwerking, visruim, dat is eraf te pakken. Dat kan heel eenvoudig met een container die voor de tijd al gemaakt is. Kan er teruggeplaatst worden, bijvoorbeeld met bemanningsverblijven of een sportruimte voor de bemanning, net wat je nodig hebt. Op het eerste oog lijkt Project Octopus op een ander urkerschip, de MDV, die 10 jaar geleden het levenslicht zag. De vergelijking is niet geheel toevallig, omdat Brands samenwerkt met de werf die ook de MDV heeft gebouwd. Hij ziet zijn schip dan ook als een evolutie, een verbeterde versie van dit schip. Maar gelijktijdig zegt Brands dat zijn schip, ondanks de gelijkenissen, uniek is. Op dit moment bestaat dit nog niet. Dat een schip voor als visserschip of als ander schip ingezet kan worden. Er worden wel visserschepen voor een andere doeleinden ingezet, maar dan is het altijd nog een omgebouwd visserschip. En wat wij willen, dat is, het moet 100% visserschip zijn. Maar hij moet ook 100% functioneren voor andere doeleinden. De geschiedenis leert dat vissers op voorhand niet direct enthousiast zijn over veranderingen in de visserij. Ze willen eerst in de praktijk zien dat iets werkt. Dat zit anders bij onderzoeksbureau Flint. Zij deden in opdracht van de gemeente Urk een verkennend vooronderzoek naar verduurzaming van de kottervisserij. Daarbij hebben de onderzoekers veel gesproken met Jacob Brands. In hun aanbevelingen schetsen zij een schip dat sterk lijkt op het ontwerp van Jacob Brands. Toch had het weinig gescheeld of hij had dit schip nooit naar de tekentafel gebracht.
Eigenlijk is het gaan lopen op het moment dat ons vorige schip, was ook een flyshooter, dit model, die zonk. Toen zat ik te denken, ja, wat ga je nu verder? Een tijdje de twijfel, ja, wil je wel verder? Een moeilijke tijd, die gaat zo liever duur. Dus dit schip, dat was absoluut niet meer rendabel. Daar moest elke week geld achteraan. Ja, toch zag je ze aan een idee wat eigenlijk achteraf gezien al wel langer loopt. Van, hey, kunnen we niet de schip zo inrichten dat we er gewoon meer mee kunnen? En op het modulaire kotterschip van de toekomst is de aandrijving dat ook. Als wij een schip gaan maken wat puur op diesel vaart, denk ik dat wij in 2035 niet meer of mogen wissen of dat er zoveel geld voor die diesel moeten betalen. En vandaar dat die dat we multifunctioneel gemaakt hebben. Ook de accu's die zijn ook in containervorm. Alles is eigenlijk aan te passen. Jacob Brands probeert op dit moment de financiën rond te krijgen. Gelijktijdig wordt in Wageningen onderzoek uitgevoerd naar onder meer de aerodynamica van het schip. Mocht alles meezitten, dan hoopt Jacob Brands dat zijn project Octopus in 2026 in de vaart genomen kan worden. Dat de appel niet ver van de boom valt, dat zie je goed bij de familie Bonenstro uit Biddinghuizen. Zowel opa, vader als kleinkind, die zijn brandweerman. Inmiddels zijn opa Cornelis en vader Cor met pensioen. Zoon Brian werkt nog steeds bij de vrijwillige brandweer in Biddinghuizen. Ik ben Brian Bonenstro, 39 jaar. Dit is mijn vader. Ik ben Cor Bonenstro, 63 jaar. Dit is mijn zoon, dit is mijn vader. Ik ben Cornelis Bonenstro, dit is mijn zoon en dat is mijn kleinzoon. Drie generaties brandweermannen bij elkaar. En de verhalen komen vanzelf. Deze foto's zijn ontstaan door mijn moeder, die elke krantknipsel, wat er ook bij de brandweer gebeurt, heeft ze altijd vanaf begin tot nu toe nog steeds alles uitgeknipt en bewaard. Opa Bonenstro, bijna 94 jaar, hoorde bij de eerste mannen van de post Biddinghuizen en weet nog goed hoe het ging bij de eerste brand in 1965 bij een boerderij, bijna 60 jaar geleden. Wij hadden een brandweerwagen, maar die wou niet starten. Toen moest ik eerst een accu halen uit Dronten. En naar Biddinghuis toe met mijn Renaultje 4. En ik heb zo hard gereden en door de bocht. Dan viel die accu ondersteboven. De hele stoel verbrand. Ja, dat is een goed begin dan. Ja, een goed begin. Hoe is het afgelopen met die boerderij, met die brand dan? Ja, die boerderij is verder helemaal afgebrand. Zijn zoon, Cor, werd als jonge jongen al besmet met het brandweervirus. Ik zag hem heel vaak als sirene ging. S'nachts of overdag dan rende hij zijn gek weg. Vaak op zijn blote voet in zijn onderbroek als het moest. Maar hij was heel fanatiek en ik zag het altijd gebeuren. Dus vandaar dat het mij ook die trigger kreeg. U dacht van dat is eigenlijk wel mooi wat hij doet. Nou, ik stond vaak ook bij de brand te kijken. Als hij een brand had. Want ik vond het mooi. Dezelfde passie vind je ook weer terug bij kleinzoon Brian. Het was bijna onvermijdelijk dat hij ook weer brandweerman zou worden. Het vanaf jongs af aan al meegaan naar open dagen, brandweerwedstrijden, trekt het je toch aan. Ja, ooms hebben erbij gezeten, opa's hebben erbij gezeten, ja, je vader. En uiteindelijk ga je er ook mee in die flow. Brandweerman zijn in een kleine gemeenschap is extra bijzonder, bevestigen alle drie de mannen. Maar soms ook extra moeilijk, vertelt vader Cor. Ik heb heel wat uitdrukken meegemaakt in hulpverlening, maar op een gegeven moment kom je ook mensen tegen die je kent. En dan is het even schakelen, want dan moet je wel doorgaan. En dan denk je later, oké, hij is het. En dan kom je ze weer tegen. En dan zie je ook weer dat ze toch weer lopen en werken en zo. Ja, maar ook wel eens. Ook wel eens dat fout gaat. Ik heb een collega gehad dat ik samen met hem uit Drenthe kwam met werk. 16:30. En om 17:00 kon ik hem uit de auto knippen en was hij verongelukt. Nu wordt er nagepraat over heftige uitdrukken en is er psychologische hulp. Dat is een groot verschil met vroeger, toen er geen ruimte voor emotie was. Ik kon goed tegen een ongeval, wat er ook was, ik kon er goed tegen. En als je dat niet kunt, dan moet je er ook niet bij wezen. Nee. Maar nu is er wel heel veel nazorg. Ja. Wat vindt u dan? Dat was toen niet. Vindt u dat dan een onzin eigenlijk? Ja, ik vind dat wel goed dat er nazorg oh, is. Wel, ja. Ja, ja. Inmiddels staat er alweer de nieuwe generatie te popelen om bij de brandweer te komen. In eerste instantie zei mijn zoon, nee, ik ga bij de politie. Totdat hij na avond met een familieavond hier was, met een barbecue. En hij kreeg een slang in zijn hand. En vanaf dat moment zei hij van, papa, ik ga ook bij de brandweer. Gaat dat ook gebeuren, denk je? Hij zegt er nu al 2 jaar, dus... Hoe oud is hij nu? Hij is nu op dit moment 7, dus hij moet nog even wachten. Dus. Maar ja, tegenwoordig heb je al jeugdbrandweer, hè? Dan kan je daarover aanmelden en dan kan je zo doorstromen. Ja. En die kans is best reëel natuurlijk. Als opa, overgrootopa, dan ja. Ja, de kans is aanwezig. Hij moet het zelf weten. Als hij het niet wil, vind ik het ook prima. Zijn eigen keuze. Het zou wel mooi zijn, toch? Tuurlijk, het zou heel mooi zijn. Dan blijft toch een familie Bonenstro bij de brandweer.
Als laatste hoor je kleinzoon Brian Bonestro over dan weer zijn zoon, die ook brandweerman wil worden. Dan heb je dus kind, vader, opa en overgrootopa. Je luistert naar een verslag van Reo van der Weijden. Dan tijd voor het sportoverzicht. Bo Kramer en de oranje rolstoelbasketbalsters hebben gisteren de Paralympische titel geprolongeerd. Je hoort het al net in het nieuws. Na een stroeve start werden Amerikanen verslagen met 63-49. Bo Kramer die was verantwoordelijk voor 23 punten en was daarmee dus ook topscorer. Gaan we door met voetbal. SV Urk heeft zaterdag gewonnen van DVS 33. Op het eigen sportpark De Vormt was de formatie van coach Peter Wesselink met 2-0 te sterk voor de gasten uit Ermelo. De jonge centrale verdediger Willard Timmerman die tekende vlak voor tijd voor de 2-0. Verslaggever Martijn de Groot die sprak met hem. Willard Timmerman, jullie winnen verrassend de topper van DVS 33. Voor jou ook verrassend? Nou, eigenlijk niet. Als je ziet wat... We hebben gewoon kwaliteit in ons team. Maar je weet ook dat Ermelo een goed team heeft. En dat de voetballers heel goed zijn. En dan moeten wij eigenlijk... Ja, iedereen moet eigenlijk op de top spelen om hier van te kunnen winnen. En dat was vandaag ook het geval. Dus ik was er niet van... Ik had wel vertrouwen in aan het begin van de wedstrijd. Ja. Was dit een overwinning puur op karakter? Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik wel zeker, ja. Ja. En jullie hebben ze ook een lesje in effectiviteit gegeven, denk ik. Ja, er waren niet heel veel kansen in de wedstrijd. Volgens mij aan beide kanten niet. Alsnog 2 goals, prima. En dan gaat de wedstrijd naar de slotfase. En dan komen jullie er af en toe gevaarlijk uit. En dan maak jij de 2-0 na een sprint over 80 meter ongeveer. Geweldig moment voor jou. Zeker. Wat je net al zegt, puur op karakter. En dat is mooi. Eerst een goaltje voor Urk. Op naar meer, hè? Ja, wat deed dat met je? Hoe voelde dat? Ja, fantastisch natuurlijk. Ik maak niet heel veel goals. Dus als ik eentje maak, dan geniet ik er extra van. En altijd mooi meegenomen. Dan verder met hockey. De eerste mannenploeg van de Almeerse hockeyclub is gisteren dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen in de promotieklasse. MHC Ede was in eigen huis met 6-0 veel te sterk voor de Almeerders. Oud-international Valentin Verga debuteerde bij de Almeerse hockeyclub nadat hij in mei na 17 jaar afzwaaide bij hoofdklasse Amsterdam. Verga, die stak zijn frustratie na die 6-0 nederlaag bepaald niet onder stoelen of banken. De frustratie droop er af en toe vanaf in het veld bij jou. Hey, staat 6-0 achter, maat. Hoe kijk jij als je vrouw thuis komt met een halve kapotte auto en ze is je kind kwijt? Ben je dan happy? Nee, je bent toch fucking geïrriteerd? Ik ben fucking geïrriteerd. We staan gewoon hier 6-0 verliezen. Het is gewoon helemaal klote eigenlijk. Ja. Wat heb je in de rust gezegd? Nou, voor mij hebben we best wel goed gedaan in de tweede helft. Voor mij hebben we tenminste veel gecreëerd. Tenminste met je ballen getoond. Ja. Gewoon gewoon je bal op tafel leggen. Gewoon durf een hoekje. Ja. Want jullie kunnen veel beter. Ja, we hebben alle wedstrijden van de voorbereiding gewonnen, voordaan gewonnen. We hebben slecht gespeeld met Potter Victoria en vandaag beginnen we gewoon heel slap. Ja, 4-0 achter op dit niveau, ja. 4-0 achter is anders dan 3-0. 4-0 achter is net te veel. Dan moet je echt heel veel. Heb ik echt gelijk kansen die moesten maken. Onze spitscore vandaag ging rollen. Wij hadden beter kunnen spelen op middenveld. Achterin waren we niet zo goed. Keeper was niet zo goed. Onze begeleiding was niet zo goed. Iedereen was slecht vandaag. Alleen jullie waren goed vandaag. Wat vond je van je eigen rol? Nou, ik ben kapot. Overal bloed, dus ik geef altijd alles. Ja. Ik doe mijn best. Volgende week een revanche. Het is nog heel veel wedstrijden, dus ik kan nog alles nog mee. Ik ben zelfs 2 keer landskampioen geworden dat we 5e stonden bij de winter. Dus het kan nog. We moeten gewoon even, dit is een oorwassing, we moeten gewoon even bij elkaar komen. Zou hij gefrustreerd zijn? Ik hou hiervan. Dit is sport, dit is beleving. Ja, sommige mensen zullen zeggen, joh, het is maar een spelletje, stel je niet zo aan. Maar ik vind dit mooi, weet je wel, met heel je hart en ziel je erin storten. Ja, dan ben je zwaar gefrustreerd. Iedereen was slecht, gewoon heerlijk, korte analyse. Ja, en dan, zo, ja. Als hij het ook zo vindt, dan is het ook zo natuurlijk. Ja, zo is het. Maar ik vind het ook mooi, weet je wel. Niet die profvoetballers die helemaal voorgeprogrammeerd. En natuurlijk mediatrainingen door de wasstraat. En zeg vooral niet dit, zeg vooral wel dat. Nee hoor, hij knalt hem er gewoon lekker in, daar hou ik van. Dit is gewoon de realiteit, zegt hij. Ja. Zo is het. Dat was dus oud-international Valentin Verga bij Almeerse Hockeyclub. En tot zover het sportweekend van afgelopen weekend. Swift. Dan de berichten buiten Flevoland. De Paralympische Spelen zitten erop. Gisteravond was in Parijs de sluitingsceremonie met veel vuurwerk, muziek en een speech van de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité. Sadly, the time has come for me to declare the Paris 2024 Paralympic Games closed.
Ja, en hoe succesvol was onze eigen Nederlandse ploeg dan? Nou, de Nederlandse Paralympische ploeg pakte 27 keer goud, 17 keer zilver en 12 keer brons. En dat betekent dat Nederland als vierde op de medaillespiegel eindigde. En dat is zelfs hoger dan de Olympische Spelen. Dat was de zesde plek. Over 4 jaar zijn de Spelen in Los Angeles. Ik vind het echt ongelooflijk goed, zegt. Ja, 27 keer goud. Voor zo'n kleine... Echt chapeau, fantastisch. Ik ga nog even door met sportzaken, want Jannik Sinner die heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. De Italiaan won in 3 sets van de Amerikaan Taylor Fritz. Tweede Grand Slam zegen, eerste US Open titel. En Amerika zal nog wat langer moeten wachten op een nieuwe kampioen. Ja, het was voor het eerst sinds 2006 dat er weer een Amerikaan in de finale van die US Open stond. Logisch, hè? Publiek was natuurlijk dus op de hand van die Taylor Fritz. Maar ja, helaas. Helaas. En dan nog een overzicht vanuit de kranten. NRC meldt, private investeerders deinzen terug voor deelname aan de bouw van kerncentrales, omdat ze financieel dat te riskant vinden. De coalitie ziet erbij al hangen, zeggen ingewijden tegen de NRC. De coalitie houdt er sterk rekening mee dat de staat de bouw van de twee nieuwe kerncentrales grotendeels zelf moet gaan bekostigen. En dat is nodig omdat private partijen, zoals die energiemaatschappijen en pensioenfondsen, de miljardeninvestering financieel gewoon te riskant vinden. En dat staat dus in het NRC. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, lobbyt voor reisrestricties voor Russische diplomaten, meldt Trouw. Dan denk ik van, oh, waren die er nog niet dan? Nee. Een deel van het ambassadepersoneel zou in werkelijkheid spion zijn. Oh. Ja, het verbaast me eigenlijk niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Mij ook niet. Nee. Nederland lobbyt samen met andere landen in de Europese Unie voor reisbeperkingen dus voor die Russische diplomaten. De landen willen dat de diplomaten voortaan niet meer vrij kunnen reizen in de Schengenzone, maar alleen nog in het land waar ze geaccrediteerd zijn. Ja, ik zou zeggen, kom maar door en voer het in.